Yo, Nintendo fans! Welkom bij weer een nieuwe Mipilipitipinipinikitiltopia video. We hebben allemaal matties weer teruggevonden. Althans, de eerste drie. En de laatste die we even op moeten halen hier in de grotten gang is deze Red. Ja hoor. Super mooi hoofdje met je petje. Ik vind deze wel vet gemaakt trouwens. Echt wel een toffe character. Met rood haar blijkt hij dan te hebben. Ja hoor. Hij is terug. What up, Red? Pikachu, ik had moeten weten dat je me wel zou redden. We waren met z'n negenen toen we het slot van de duistere vorst ontvluchten. Maar tijdens die vlucht ben ik gevangen genomen. Ik hoop dat het goed gaat met de anderen. Dan moeten we onmiddellijk naar het slot. En met een beetje geluk kunnen we de andere zes ook nog redden. Hey. Let's go. Op naar de vuurberg. En als jij dit nou een toffe serie vindt, doe dan zeker even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. En dan ga ik op naar de vuurberg. Maar eerst ga ik even deze gast nakken. Wat is dit voor Tauros figuur? Een blauwe Minotaurus A en een blauwe Minotaurus B. Wat is er? Red? Wat deed Red nou opeens? Oh, wacht even, joh. Ik weet niet wat Red deed. Zat hij nou een snoepie te jatten of zo? Wat deed hij daar? Dit gaat best wel hard met mijn HP-strooisel. Dit is gelijk al voor meer dan de helft op. Wooloo, let's go. Vuuraanval. Jongen, doe eens rustig. Auw. Ik denk niet dat wij sterk genoeg zijn voor deze guys, hoor. Als ik heel eerlijk ben. Steve gaat even koken. Die helpt Wooloo ermee. Maar ja, Wooloo gaat sowieso dood straks. Ik moet even, denk ik, weer wat strooisel gebruiken. Oh, Red zit alleen maar te jatten. Red heeft nu weer een banaan gejat. Red, ik zou het op zich fijner vinden als je gewoon aanvalt. Want deze gasten slaan veel te hard, joh. Ja, daar gaat Steve al. Oké, ik ben wel super boos nu. Dit gaan we nooit redden. Dit gaan we nooit redden tegen deze gasten. Kijk maar boos zijn. Kijk maar losgaan. Wooloo gaat banaantje eten. Nee. Oh man, we worden helemaal gesloopt hier, joh. Iedereen zit alleen maar bananen te eten. Oh man, daar gaan we, daar gaan we. Ik ga Steve even tot leven wekken. Oh, de ene Minotaur is wel bijna dood trouwens. Kijk, deze is bijna kapot. Oh, misschien gaan we dit toch redden. Misschien kunnen we dit wel aan. Let's go, Steve. Oh, die gaat Red even redden. Dan hoop ik dat meneer Iwata eventjes keiharde klap gaat uitdelen. Ja, 108 HP. Oh, wacht even. Een wervelwind van Red. Oh, we gaan nu hard. Lekker, Red. Lekker bezig. Ik krijg nog wat tikken. Red krijgt nog wat tikken. Ik ga mezelf even healen. Eens even kijken hoeveel HP ik daarvoor krijg. Oh. Nice. Nu kan ik weer een paar klapjes pakken. En Steve knocked hem gewoon. We kunnen dit wel. Oftewel, de les van vandaag is... geef nooit op. Gewoon doorgaan. Lekker hoor. Even kijken hoor. Red is nog maar level 10. Dus die krijgt de bonus XP punten. En dan kunnen we naar Wario. Dan kunnen we even gerechtjes gaan fixen. Want Wario is onze koning kok volgens mij. Onze culinaire kok die nu lekker pizzaatje aan het eten is. Maar die wel even zijn mondje verbrandt. Die zegt, hé, die gesmolten kaas is heet. Ik geloof dat ik mijn tong heb verbrand. Maar het is een prettig soort pijn. Ik ben één met dit land. Oh, hallo. Ik ben de reizende fijnproever Wario. Het beste in hot cuisine brengt me naar hogere sferen. En dit moeten we absoluut even proberen. De geothermie pizza's. Dat klinkt top. Klinkt lekker. Ja, we moeten dus daar naar de vuurberg. Kan ik even naar een herberg of zo? Even tussendoor. Hey, we hebben een goddelijk geschenk. Je kunt zijn wie je wilt. Jij en je teamleden kunnen nu je klasse veranderen wanneer je wel wilt. Serieus? Ik denk dat dan zijn we zeker weer level 1, of niet? Laat het even weten in de reacties. Wat gebeurt er als ik een klasse verander? Ga ik dan weer naar level 1? Of blijf ik het level wat ik nu ben? Maar dat is niet alles. Klassen die Mr. Mime had geblokkeerd zijn nu ook beschikbaar. We kunnen nu weer klassen kiezen die ik in Recruton en Nabijland had. Nou, helemaal top. Je kunt nu in de herberg je klasse veranderen. Om dit te doen, kies je team in het menu. Ja, maar ik durf niet. Het is tijd voor een nieuw begin en een nieuwe klasse. Ja, inderdaad. Door een nieuwe klasse te kiezen, moet je weer vanaf niveau 1 beginnen. Maar vrees niet, je zult niet de niveaus van je andere klasse verliezen. Probeer eens uit en ontdek welke klasse het best bij jou past. Nou, ik ben natuurlijk een bloem, maar... ik ben ook een krijger geweest. En een krijger was ik ook al level 10. Maar aan de andere kant, een bloem is wel super chill om te healen. Jongens, laat in de reacties achter welke klasses ik moet hebben. Welke klasses zijn het beste voor mijn Miitopia team? Want ik weet het niet. Dat is wel vet trouwens, dat we dit allemaal kunnen veranderen nu. Jongens, wie heeft de trek in pizza? Wooloo. Red.
Wil jij pizza? Hier, Steve, neem ook pizza. Dan neem ik zelf even een lekker beefburgertje. En Red mag nog een chocorotsje. En dan zitten we allemaal vol. En ja hoor, we kunnen weer met z'n vieren. Plus Epona. Richting de vuurberg. Ik krijg echt een Lord of the Rings gevoel van deze vuurberg. Dit lijkt wel op Mount Doom van Lord of the Rings. Waar, weet je wel, waar ze dan de ring uiteindelijk in het lava moeten gaan gooien. Het is erg gezellig om met z'n allen onderweg te zijn, zegt Steve. En het werd een beetje eenzaam in mijn eentje, zeg ik. Nou, maar nu zijn wij er. Nu kunnen we dingen doen die jij niet alleen kon doen. Oh ja, wat dan? We kunnen elkaar helpen. En zo hard vechten met elkaar dat de stukken er vanaf vliegen. Jongen, we moeten niet met elkaar vechten, dude. We moeten tegen de wezens van de vuurberg vechten. Kijk, tegen deze vier kwelgeesties. Nou kan Red natuurlijk hun allemaal tegelijk aanvallen. Ja, dat doet hij ook gelijk. Maar je had toch een betere aanval, Red? Ik ga ze ook allemaal tegelijk even aanvallen. En Wooloo gaat ze ook allemaal tegelijkertijd aanvallen. En Steve is gek geworden. Dan moet Steve even naar de schuilplek zo. Steve, doe maar even een stapje terug, jongen. Let's go, Iwata! Oké, er is eentje kapot. Eén kwel is kapot. Hoppakee, lekker Red. Die sloopt er ook even gelijk twee. Oh, en nu is Wooloo boos geworden. Je ziet eigenlijk alleen maar de mond van Wooloo. Ik weet nog steeds niet waar de ogen van Wooloo elke keer naartoe gaan. Dat is echt het grootste mysterie van deze Miitopia-serie. Waar zijn de ogen van Wooloo? Anyway, deze kwelgeest is er weg. Kom maar op met die XP. En Red gaat naar leveltje 11. En ruikt hij iets lekker, zegt Steve. Ja, ik weet niet hoor. Volgens mij is het aangebrande grond of zo. Ik weet niet wat hier lekker zou moeten ruiken op deze berg. Het kapsel staat je goed, zegt Steve tegen Wooloo. Wooloo heeft wel een mooi kapseltje. Daar heeft hij wel gelijk in. Wow, 2 kobolds. Let's go. Lekker Red. Let's go. Lekker Wooloo. En Steve. Hoppa! Dit ging echt super soepel. Lekker, man. Ja, op zich vind ik het denk ik toch wel chill dat ik een bloem ben. Want dan kan ik mezelf toch wel vaak lekker healen en zo. Ook al is mijn strooisel op. En ik heb een mooie brief gekregen van Maractus. Dankjewel, Maractus. Dankjewel voor de uitjesbonnen. Ja, het is misschien wel handig om ze met elkaar op uitje te laten gaan. Terwijl Epona heel graag met Steve wil chillen. Gaan jullie lekker chillen? Heb je een lekker worteltje meegenomen voor Epony? Oh, die wortel was niet zo lekker. Oh, maar de relatie verbetert wel. Ook al was het een smerige wortel, dat maakt niet uit. Steve, ga jij even lekker vissen hier met Wooloo? Lekker even verbrande vis gewoon lekker uit het verbrande water of verbrande berg pakken. Ik snap dat nou niet, hè. Waar, opeens komen ze dit tegen hier, op die verbrande berg. Huh? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Ah, grote vis. Nou, ze zijn kennissen geworden. Ja, misschien moeten we eigenlijk die uitjes ook opsparen tot we ons ideale team hebben gevonden. Want anders is het zonde als ik deze twee uiteindelijk toch niet zou gaan gebruiken. Wat heeft het dan voor zin dat ik hun band versterk? Zoveel vragen in Miitopia. Dan denk je dat dit zo makkelijk is, maar het is helemaal geen makkelijke keus. Ik denk dat ik gewoon even veel meer moet gaan sparen. Ik heb nu ook weer een outfitje gekocht voor Wooloo. Eigenlijk doe ik maar gewoon wat. Yo, mogen we al bijna de berg in? Volgens mij is dit het laatste pad voordat we de berg in mogen. Wat is dit, joh? Yo, dit is een mooi beestje, man. Maar ik wil hem alleen maar verslaan. Maar Iwata die zegt, wacht. Ik zie nergens een gezicht op deze schattige griffioen. Hij is ongevaarlijk. Vlieg weg, kleine griffioen. Ah, deze is niet behekst door de duistere vorst. Dus eigenlijk zijn die wezens gewoon aardig. Oké, we moeten even een keuze maken waar we naartoe gaan. We gaan rechtdoor. Oké, dit is een duistere griffioen. En inderdaad is het allemaal gezichten op zijn vleugels. Piepelipipipi. Pak hem. Ja, dit gaat wel goed komen, denk ik. Steve gaat even op zijn paardje. Hoppa. En door. Ik wil die berg in, jongens. Oh, we moeten weer een weg kiezen. Ik ga gewoon weer rechtdoor. Ik ga alleen maar rechtdoor. We moeten een strijdkreet verzinnen voor Wooloo. Wow. Yo, wat zijn dit voor gouden vlinders? Die zien er wel sick uit, die gouden vlinders, joh. Oh, wow, wow, wow. Wacht even. Er worden hier hele harde klappen uitgedeeld. Dat betekent dat we even gaan healen. Da! Laat ons met rust. Wooloo, die krijgt echt zulke harde tikken elke keer, joh. We zijn al level 13, jongens, Steve en ik. Heel sick. Ik ga even snuiven bij Epona. Want we moeten meerdere vijanden raken. Ja, en al die vlinders zijn gelijk kapot. Lekker. Steve, sloop jij deze gast even. Die is sterk, jongen, die griffioen. Kom op, Wooloo. Oh, 111 damage. Wat? Die Wooloo, ik weet niet hoeveel damage die opeens deed omdat hij op Epona zat. Maar dat was echt 111. Bizar. Ondertussen hebben we 700 mensen gered, waardoor we meer HP-strooisel en meer MP-strooisel krijgen. Heel erg fijn, dat zullen we nodig hebben. En Red en ik worden nog beter, Matties. Level 7. Ik ga denk ik Wooloo wel even deze sterrenstaf geven.
Want daarvoor gaat de magie van 48 naar 54, dat is best wel veel. Het is alleen zo jammer dat de verdediging van Wulu zo belabberd is. Wel een leuke staf trouwens. Ja, en als ik zelf een bloem blijf, is deze natuurlijk ook wel nice, maar die is super duur. Misschien moet ik daar even mee wachten. Ja, ik mag de berg in. De vuurberg. Dit ziet eruit alsof dit best wel moeilijk gaat worden, jongens. Hey, Red zei hachu. Zit je me nou gewoon uit te schelden, Red? Wulu zegt, een lavameer. En Steve zegt, weet je, zojuist heb ik mijn zakdoek in de lava laten vallen en poef. Niks meer van over. Oh jeetje. Ja, dat is wel zonde van je zakdoek, Steve. Ik hoop niet dat het een hele dure zakdoek was. Yo, wat zijn dit, jongen? Dit zijn weer nieuwe andere kobolds, volgens mij. En Red is aan de beurt en die mag gelijk beginnen. Hoppakee. Lekker, Red. Ja, Red vind ik altijd best wel een goede speler in mijn team. Die dievenklasse bevalt me wel. En jullie zeiden volgens mij een keer eerder in de comments dat de tovenaar ook echt overpowered was. En Wulu is natuurlijk onze tovenaar. Ja, het is alleen niet overpowered als je op je bakkes valt. Wie helpt? Red mag helpen, want Red en Wulu zijn nog helemaal geen matties. Gaat het? Ja hoor, bedankt. Mooi, dan kunnen we verder met de volgende battle. En dus een bom. Oké, ik denk dat het heel belangrijk is dat we die bom in één keer uitschakelen. Want als die ontploft, zijn we sowieso de Sjaak. Oh, snap! Oh, dat was super sick. We geven die bom een klap. En die bom ontploft. Maar die ontploft in het gezicht van de tegenstander. Lekker gedaan, Red. Yo, ik kan Red een sick wapen geven. Ik vind deze wel vet. Ik ga deze gewoon geven. De Moai Dog. Gewoon alleen al omdat die gewoon heel vet is. En omdat ik wel vertrouwen heb in Red op zich. Ik vind het wel een goede gozer. Oké, hier staat ons iets te gebeuren. Ik weet nog niet wat. Wat staat hier ons te gebeuren? Ah, daar zijn we. Ja, nee. Oh, snap! Ik denk dat dat best pijn deed. Er zit helaas niets anders op dan verder te gaan, zeg ik tegen Steve. Het team is in tweeën gedeeld? Nee, dat wil ik niet. Dit is niet oké. Dus zijn we Wulu en Red gewoon alweer kwijt? Oh, maar Red is een Pokémon trainer, dus Red kan wel omgaan met Wulu. Dat moet wel goed komen. De grote vraag is of dit goed gaat komen. Pak ze aan! Ah, Fire Breath! Huh? Wat is er gebeurd? Wat? Waarom zijn we nou weer boos? Ik heb helemaal geen ruzie met Steve. Waarom ben ik nou boos op Steve? Slaap nergens op. Ik heb helemaal geen ruzie. Opeens doen we boos tegen elkaar. Lekker moment ook, nu we samen zijn, om nu boos te gaan doen. We zijn de anderen kwijtgeraakt, zegt Steve. En door het slechte pad kunnen we ze niet bereiken. Ze zijn nu vast heel verdrietig omdat ik er niet bij ben. Nou. Rikachu, niet zo eigendunk, oké? Okay? Oh, oké, daar is weer een bom. Die moeten we als eerst weer gaan aanvallen. Pak die bom. Laat die bom ontploffen. Ja, dit werkt wel goed. Dit is wel goede tactiek. Ik heb de hik, jongens. Dit is Rick met de hik. Ah, Steve, laat me schrikken. Maar de hik is wel weg. En ik word iets minder boos op Steve. Misschien moeten we ook gewoon weer bij elkaar in de kamer. Maar ik wil het liefst zo goed mogelijk matties worden met Epona. En nu zijn we samen al level 14. Dus het gaat de goede kant op. Ja, misschien moet ik toch maar even bij Steve in de kamer gaan chillen. Laten we gewoon even samen lekker naar de boerderij gaan. Hier midden in deze vuurgrot is vast wel een mooie boerderij met lavadieren. Kijk. Lava schapen en een lava boom. Ja, oké, de ruzie is voorbij. Helemaal top. Steve is vergeven. Dat was precies mijn bedoeling. Oké, Steve, dan ga ik nu weer naar Epona. Doei. we gaan door. De battles gaan tot nu toe allemaal best wel redelijk. Ik weet niet welke van deze twee vijanden het sterkst is, maar ik ga maar voor de brandende mummy. En Steve ook, dus die is alvast weg. Wij krijgen tikkies, maar Iwata gaat waarschijnlijk de kobold aanpakken. Ja hoor. En dan met een lentebriesje eroverheen is het klaar. Ja, oké. We zijn wel overpowered, heb ik het gevoel. Nog wel, maar straks bij een boss battle zal het ongetwijfeld een stuk moeilijker gaan worden. En ik stel een goede vraag aan Iwata. Ik vraag, ben jij eigenlijk sterker dan de duistere vorst? Iwata zegt ook, ja, dat is een goede vraag. Misschien wel, maar ik hou eerlijk gezegd niet van geweld. En trouwens, het is jouw missie om de duistere vorst te verslaan. En niet de mijne. Dus ook al zou hij sterker zijn, dan nog gaat hij het niet doen omdat ik het moet doen. Nice. Dus even kijken, we moeten naar een hendel of we moeten naar een kist. Laten we naar een hendel gaan. Hier is de hendel. Ja, laten we maar gewoon omzetten, toch? Ja, oh, nu is er een kistje daar in het midden. Een verborgen pad. Kijk. En Epona en ik gaan al naar level 15. En hier staat ons weer wat nieuws te wachten. En ik hoop dat we in de volgende aflevering bij Red en Wulu kunnen komen. Als je dat wil zien, vergeet dan niet te abonneren. Druk op dat duimpje omhoog. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!